de installatie of de productieopdracht die we met Z33 aan Unfold hebben gegeven, behelst wat? Wat is eigenlijk het één, het uitgangspunt, en twee, welke installatie of waar komen we hier aan terecht? De vraag was eigenlijk vooral om iets te doen met 3D-printers, of dat was een idee wat denk ik bij Z33 speelde. Mm-hmm. Wij zijn al een tijd aan het onderzoek aan het doen naar hoe dat 3D-printers eigenlijk als tool kunnen ingezet worden in een ontwerppraktijk. Dus niet zozeer als een... we zijn echt onderzoek aan het doen naar hoe kunnen die tools aanpassen. We vinden het belangrijk dat ontwerpers terug eigenlijk verbinding krijgen en terug kennis hebben van hun tools in plaats van dat allemaal uit te besteden. En eigenlijk alleen maar digitale bestanden ergens op te sturen en een product terug te krijgen. Hmm. Willen we eigenlijk terug de tool zelf ontwerpen en begrijpen. 3D-printen is voor heel veel mensen nieuw. Wat is 3D-printen? Zeer abstract. Ja. Het is eigenlijk een printer, het is een machine die in traditionele gevallen met kunststof, en dat is de aanpassing die wij dan doen, maar die print eigenlijk laagje per laagje een object uit. Dus hij begint met de grondlaag en dan zo tekent hij eigenlijk langzaamaan een product. Dat kan een kopje zijn, dat kan een tuinkabouter zijn, dat kan eigenlijk alles zijn. Dus iedereen kan hier zijn eigen product komen printen? Of wat is de bedoeling? Nee, want dan zijn we een copyshop. Ja. Dus ons onderzoek heeft zich eigenlijk gefocust op het 3D-printen van keramiek. Omdat we vinden dat 3D-printen is altijd met kunststof en je ziet ook de reactie van de mensen is, ah, dat is wel tof, maar... Ja, het is plastic en plastic heeft zo'n connotatie van iets goedkoop, wegwerp eigenlijk te zijn. Mm-hmm. En wat daar recht tegenover staat is eigenlijk keramiek en porselein, wat zo de oudste techniek is en een soort van eeuwigheid in zich heeft en een heel ambachtelijk product is. En het onderzoek wat wij dus doen is, kunnen we dat combineren? Een van de oudste technieken kunnen we die combineren met high-tech tools. En daar eigenlijk een combinatie van. Ja, maar dit in een tentoonstelling rond performativiteit in design. Ik zie niet direct het verband. Eigenlijk wat we doen is, we hebben ons onderzoek, wat we nu aan het doen zijn op keramiek printen, is nog in de heel prille stage. We hebben testjes. Wat we eigenlijk doen is langs één kant dat onderzoek gewoon verplaatsen naar hier. Omdat voor ons, wij zijn niet bezig met die tools met een einddoel in zicht. We hebben niet een soort van product voor ogen waar we denken, ah, dat moet nu met deze technieken allemaal gemaakt worden en daarom zijn we bezig met die techniek. Voor ons gaat het om die tools en willen we onderzoeken vanuit die tools welke producten daaruit rollen. Dus voor ons is het proces in dit geval veel belangrijker. Het leren kennen van die tools, de nieuwe vormmogelijkheden daarvan aftasten. En dat leidt wel tot een product in de plaats van dat we eigenlijk andersom werken, traditioneel vanuit het product en dan de techniek zoeken. Dus wat we langs één kant doen hier is gewoon ons onderzoek verder zetten. Dus een atelierruimte, vitrinekasten waar alle afgewerkte of alle testjes en producten in komen. Langs de achterkant komt de 3D-printer te staan waar we producten mee printen. En we hebben eigenlijk in samenwerking met Tim Knaap hebben we nog een toevoeging speciaal voor de tentoonstelling gedaan. Waarbij een soort virtuele pottenbakschijf wordt gemaakt langs deze kant. Dus mensen kunnen in een... Een soort de frame dat komt er duidelijk op. Daar zit een laser in en een scanner. En kunnen mensen boven een draaiende schijf eigenlijk zelf vormen gaan draaien. En ja, dat is weer die vertaling naar die traditionele technieken. Dus de toeschouwer wordt... Wordt eigenlijk de maker. Ja. En wij gaan dat worden digitale bestanden, je ziet daar één voorbeeldje van. En die digitale bestanden gebruiken wij eigenlijk als input voor onze experimenten. Dus wij gaan die nemen en wij gaan die weer vervormen of bijvoorbeeld in stukken snijden of dubbelwandig maken. We gaan eigenlijk kijken welke inspiratie dat die eigenlijk weer kunnen geven om materiaalexperimenten mee te gaan doen. Jullie gaan op regelmatige tijdstippen terugkomen naar de tentoonstelling en... Ja, de printer is eigenlijk niet iets wat je continu kunt laten werken. Het vergt veel onderhoud, het is ook een open source printer. Dus het is niet echt een plug-and-play systeem. En daarom dat we eigenlijk ook die toevoeging dat mensen altijd wel hier input kunnen geven en dat de output op gezette momenten eigenlijk wordt gemaakt. Daar komt ook een projectie eigenlijk van de laatste 10 of 12 ontwerpen die mensen hier gemaakt hebben. Die worden allemaal geprojecteerd in een soort tabel op de muur. Oké, dankjewel.